Ik ben hier bij Mox en die rijdt elektrisch. Ze houden hier van Tesla's. Directeur van Mox is Koert Kemper, die van Tesla rijden houdt, net zoals ik. Ja. Mox is zo'n mobile device company. En ja, daar zijn er een heleboel van. Wat is nou anders aan Mox dan al die anderen? Nou, wat belangrijk is om te weten, Vincent, wij houden ons bezig met die hele grote companies die veel apparaten buiten hebben. En dan is het belangrijk dat je dingen voor bent. Als een apparaat faalt, is het altijd te duur om dan te herstellen. En het duurt altijd te lang. Kortom, je moet het voor zijn. Het zijn niet gewoon de telefoontjes. Nee. We hebben het over de bedrijfskritische apparaten. Die moeten blijven werken. Er is wat voorbeelden? TNT Express, de medewerker die bij je thuis komt waar je pakketje moet aftekenen. Maar ook de ANWB-auto's die onderweg zijn. Er is geen papieren alternatief. Het proces moet door. En wij garanderen dat en zijn dingen voor. Okay, laten we even naar beneden kijken. Hey Mox, hoeveel mensen werken daar? Nou, het belangrijk is om te weten dat meer dan 40 man constant bezig zijn om die apparaten te beheren. Dus die kijken, die monitoren hoe die vele 10.000 apparaten zich manifesteren. Ja, en je zegt, je hebt echt grote klanten. Hè? Sommigen hebben er 10.000 van dat soort apparaten. Hoeveel devices manage je nou als bedrijf totaal hier in Dieren, in the middle of nowhere? Vele honderdduizenden. Het zijn dus grote klanten met duizenden apparaten. En daar wil je zeker stellen dat er geen één faalt, elke dag weer. Gaan we even kijken hoe dat gebeurt. Maarten Venhoven, je bent een van de oprichters van Mox. Wat zien we hier bij deze dashboard view? Het lijkt een beetje van alsof ik het ken van de supermarkt. Inderdaad, je ziet hier een rek van Carrefour. Dit is een vestiging in België, waar ze in totaal 20.000 zelfscanners gebruiken. En ze stonden op een gegeven moment op het punt om echt alles weg te gooien, omdat de apparatuur niet functioneerde. Klanten klaagden enorm. Want als die dingen niet werken, is het gewoon waardeloos. En jullie zorgen dat je hier dat spul gewoon onder controle houdt en precies weet welke wel werken, welke niet werken. Ja, voor ons zijn het niet 20.000 apparaten, maar één apparaat. Ieder apparaat zien wij, weten we wat aan de hand is. En herstellen we op afstand en zo niet blokkeren we hem. En ik ben hier dus bij het NOC. Alle terminals van allemaal verschillende, de AWB's, de TNT Posten, Albert Heijnen en zo, die worden hier allemaal in de gaten gehouden. En als iets niet werkt, dan gaat iemand aan het werk. Ja, inderdaad. Hier komt alles van die data die de infrastructuur aan ons vertelt, komt hier samen. Bouwen we om naar intelligentie en verbouwen we naar een heel simpel dashboard. Waarin we exact kunnen zien wat er aan de hand is. Waar leidt dat nou toe? Wat meten jullie? Ik zag jullie meten hoeveel keer het wordt gevallen, of er netwerkconnectiviteit is. Hoe vaak die apparaten zeg maar, per dag contact zoeken met de basis. En wat kun je daaruit afleiden? Nou, dat dingen moeten werken en dat er uptime nodig is heel duidelijk. Hè? Klassiek IT noemen wij dat. Nee, wij willen dat het gebruikt wordt. Dus effectieve inzetbaarheid is vele malen belangrijker. We stellen zelfs dat een heleboel bedrijven die denken dat de uptime 100% is, dat ze 20% kunnen besparen. Dat de spullen niet gebruikt worden. Ja, dus echt gewoon van heel veel spul. Je had het al over 30% van sommige devices met TNT Post ook, dat die dingen gewoon helemaal niet gebruikt worden terwijl ze dat niet weten. Ja, klopt. En dan zijn ze misschien wel mee met een chauffeur, maar als de barcodescanner niet gebruikt wordt, betekent dat ze geen enkel pakketje hebben gescand. Dus wat doe je dan met zo'n duur apparaat op de bijrijdersstoel? Ja. Dus het primaire proces hou je niet meer bezig, hè? Dat pakje wat getekend wordt, maar jij voorspelt wanneer de trouble komt, wanneer dat ding niet meer werkt. Wanneer de batterijspanning onder een bepaalde, of de accu onder een bepaald percentage komt, dan waarschuw jij de chauffeur al om te zorgen dat dat ding blijft werken. Ja, want in basis, hè, techniek, daar kunnen we ons op focussen. Daar zorgen we voor. Maar het gedrag van de gebruiker die het apparaat in de hand heeft, die is ook waanzinnig belangrijk. Want die is verantwoordelijk voor de volle accu. Daar kunnen wij niet op afstand voor hem organiseren. En het blijkt ook dat een heleboel van die apparaten gewoon ergens als reserve worden achtergehouden, omdat men niet gewend is dat die dingen blijven werken. Nou ja, de teamleaders die worden verantwoordelijk gehouden dat hun proces blijft draaien. Dat ze genoeg spullen hebben voor hun chauffeurs. Dus wat doen die van nature? Ze verzamelen meer hardware, meer PDA's, omdat ze zeker willen weten dat ze genoeg spullen hebben. Dus in een groot dashboard zie je werkelijk de uptime, de spanningen, de potentiële errors die er komen, worden gewoon op een groot scherm geprojecteerd. Maar nog belangrijker, als er echt iets misgaat, dan krijgen mensen individueel een pingetje dat er iets moet gebeuren. Kijk, dit zijn dus de terminals die in de gaten gehouden worden. Apparaten van vaak meer dan 1.000 euro in alle soorten en maten. Ook tabletversies zijn er inmiddels. Ouderwetse Motorola is hier nog echt gewoon hartstikke groot. Maar ook dit soort devices. En heel vaak werken ze niet meer. En moeten ze gewoon gerepareerd worden. Henria Hamer, je bent een van de oprichters van Mox Techniek. Wat gebeurt hier in deze ruimte?
Nou, wat wij hier doen is, je ziet verschillende devices staan die gestaged worden. Dat betekent dat er software op wordt gezet, allemaal conform klantspecificaties. Wij zorgen er ook voor dat er software op staat die ervoor zorgt dat wij data vergaren. Met die data slimme dingen kunnen doen. Je krijgt een gigantische bak met informatie van al die honderdduizenden devices. Ja, dat klopt. Het is veel informatie. Gelukkig hebben we een infrastructuur om dat allemaal te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan locatiegebaseerde informaties. Informatie wie de gebruiker is geweest van het apparaat. Je hebt te maken met Batterijspanning. Batterijspanning is er eentje. De manier waarop een apparaat gebruikt wordt. Gevallen. Op de grond gegooid. Gevallen is er inderdaad eentje van. Dat soort informatie proberen we op een slimme manier te combineren. Puur om ervoor te zorgen dat wij de klant kunnen ontlasten. En beter weten waar we op moeten sturen om ervoor te zorgen dat de vele duizenden apparaten gewoon efficiënt worden gebruikt. Ja. Nou, is traditioneel is het allemaal gewoon software installeren en dan zeg maar client-server werken. Zie je nou dat het nieuwe ontwikkelingen zoals HTML5, komt dat ook in de industriële wereld tevoorschijn? Ja, zeker. Ik denk dat steeds meer software afhankelijk wordt van de infrastructuur. Ook steeds meer op de infrastructuur komt te liggen. We kennen natuurlijk Google. We kennen Google met location-based services. Waarbij als je iets intypt, direct weet, je zoekt een restaurant en je zoekt dan een restaurant in de buurt. En niet in ver weg is dan. Dat soort services zien we ook steeds meer richting de infrastructuur trekken. Dat betekent dat er een dunner laagje komt op de terminal zelf. Desalniettemin zien we wel dat er een constante flow is. Je hebt altijd wel specifieke device-instellingen nodig. Je hebt altijd nog te maken met simkaartjes, simkaartjes van klant, simkaartjes van een provider. Je hebt te maken met netwerkinstellingen, je hebt te maken met policies wat wel en wat niet mag. Heel veel slimme software, heel veel slimme zaken. Ja, in basis heb je altijd een stukje inrichting nodig voor als ze uit de doos komen. Dat snap ik. Goed, in welke fase van de strijd zitten we in die industriële terminals? Is het in het begin, zitten we al op inzetje? Komt er nog veel meer of zitten we eigenlijk al, gebruikt iedereen het spul wat ze gaan gebruiken? Nou, in Nederland hebben wij in ieder geval een positie verworven waar we de grote mobiele gebruikers ondersteunen. En nu is de slag naar het buitenland toe. Dus met name Duitsland, België, Frankrijk zijn nu onze grote groeiareas. Een heleboel te doen. Iedereen met eigenlijk dezelfde problematiek als we hier een tijdje geleden hadden. Met deze klanten, zeg maar, met de post en met die grote supermarkten, kun je ook naar andere landen toe? Zijn de problematieken hetzelfde? Ja, in feite kopieerbaar. Dus de problematiek is eigenlijk dat men denkt intern het wel te kunnen oplossen, net als in de kantooromgeving. Maar mobiel werkplekbeheer is toch echt wat anders. Hoe ver verwacht je hier naartoe te groeien? Hoe ver kan dit bedrijf nog groeien? Ik denk dat we dezelfde positie die we nu in deze omgeving hebben aangenomen, pan-Europees kunnen gaan spelen. Dat betekent wel lokaal zitten met lokale mensen om die lokale klanten te ondersteunen. Ja, gezien Nederland 6% is van het geheel, zou het nog een factor 16 keer zo groot kunnen worden? Ah, waarom niet? Sky is the limit. Hoe lang ben je hier al mee bezig? 5 jaar nu. Okay. Nou, succes.